King Lear en zijn dochters. Regen waren aan het vechten, want ze waren onder meeste land. En ze waren ook aan het slijmen bij hun vader, de koning. Terwijl dat hun zusje, Cordelia, alleen maar de waarheid sprak over haar twee zussen. Dat ze eigenlijk heel gemeen en vast zijn. En de rechterhand van de koning, Kit, helpt haar daarbij. Wat er nu gaat gebeuren, ze krijgt toch, Kit? Maar ik wil dat ook helemaal niet. Ja, ja. Kom eens hier, Conorail en Regan. Ze houden toch helemaal niet van hem? Ik heb nog niets gezegd. Maar zij willen alleen maar geld. En ze doen het niet voor u en voor die lieve mensen die hier wonen. Daar zit wel wat in. Maar meneer, u moet inzien dat uw twee oudste dochters liegen zijn. Ik moet helemaal niks! Maar die oude dochters liegen als de pest. Dat is niet waar! Scheer je weg, kind! Denk aan mij als uw land in gevaar is. Dat zal nooit gebeuren en dat zal ik ook nooit doen. Maar vader, dat moet je toch niet doen? En jij bent niet meer langer lid van de koninklijke familie. We hebben het gezegd. Alles voor ons, en voor hun.